Welkom bij deze RTV Sport op TV. We zitten in de week van de aanloop van de streekderby bij het voetbal Quick Boys Katwijk. Maar we gaan het deze week hebben over basketbal. En dan ook weer niet de dames in de eredivisie waar we het vaak over hebben, maar over het herenteam van de Grasshoppers. We gaan straks praten met Jos van der Laan en met Wouter Luik. Verder brengen we u op de hoogte van alle standen en uitslagen van het afgelopen weekend en kijken we ook wat er verder wordt gevoetbald de komende week. Eerste uitslagen van het voetbal het afgelopen weekend. Nou, en als we het dan over een generale hebben, over Quick Boys Katwijk, heeft Katwijk het niet zo lekker gedaan afgelopen zaterdag. Ze verloren thuis maar liefst met 1-4 van Spakenburg. AFC Quick Boys was wel een solide overwinning voor Quick Boys. Rijnsburgse Boys ADO 20, daar verloor Rijnsburgse Boys met 0-1. En FC Rijnvogels speelde tegen RKAV Volendam, het werd daar gelijk 1-1. En Valk 68 speelde uit om de districtsbeker bij Kagia. Daar werd het 3-4. Dat waren de uitslagen bij het voetbal. Maar we hadden ook al wat uitslagen bij de overige sporten. Nog niet iedereen is aan de gang. Maar van wat we hebben, laten we nu even zien. En dan beginnen we bij het basketbal, bij de dames. Een heuse streekderby dit seizoen. De Grasshoppers tegen ZNZ Leiden dames. Het werd 78-47 winst voor de dames. BAL 2 tegen de Grasshoppers. Een nipvlies van de heren. We gaan het er denk ik zo over hebben. 77-76. Dan waterpolo ZNPC Katwijk. De heren tegen HZC de Robben. 23-7. Goede overwinning voor de heren. En de dames die verloren tegen zwemvereniging Utrecht DS met 5-14. Zoals gezegd, bij ons in de studio twee heren uit het herenteam van Grasshoppers 1. Te weten Jos van der Laan en Wouter Luik. Heren, welkom. Dankjewel. Bij ons hier in de studio. Ja, jullie waren, Jos, gedegradeerd vorig jaar. Ja. En dan speel je toch weer in dezelfde divisie. Hoe zit dat? Ja, gek hè? Ja. Eigenlijk een beetje een gelukje dat de bond dit jaar de competitie opzet anders ging doen. Ze hebben namelijk de talentenleague van de onder 24 mannen samengevoegd met onze competitie. Nou ja, dat waren wel heel veel teams natuurlijk. En toen hebben ze bedacht, we gaan twee promotiedivisiepools maken. En hebben ze van de zomer hebben ze alles eerlijk geloot. En zo zijn er twee pools gekomen en zijn wij nog steeds in de promotiedivisie. Ja. Lekker? Heerlijk, ja. Nee, toch wel... Toch wel fijn eigenlijk. Je wil, nou ja, eigenlijk het hoogst haalbare eredivisie. Nou, dat kan niet in Katwijk, denk ik. Maar de promotiedivisie moet er zeker in zitten. Dus ik ben blij dat we hier dan nog in zitten, ja. En voor jou ook apart, je degradeert en je bent er gewoon weer. Ja, nee, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar nou ja, liever niet nog een keer. Dus, En we gaan het zo over het komend seizoen hebben. Wouter Luik, jij bent nieuw bij Grasshoppers. Klopt, ja. Ja. Vertel, hoe kwam dat zo? Ja, ik ben vorig jaar, dit jaar de overstap gemaakt vanuit Lisse. En daar speelden we eerste divisie. Het jaar daarvoor gepromoveerd met de tweede divisie. En helaas kon dit jaar geen team op de been worden gekregen om weer eerste divisie te spelen. Toen ben ik eigenlijk verder gaan kijken. En bij Katwijk zit mijn oude coach en trainer van de tijd dat ik nog topsport deed in de jeugd. Coach Boergan Alibekovic. Waar ik een hele goede klik eigenlijk altijd mee had. En toen maar eens gaan kijken bij de trainingen, bij een paar wedstrijden en in contact gekomen. En toen heeft coach Boer mij gevraagd om mee te komen trainen. En om te kijken van waar ik stond. En het ging eigenlijk heel goed. Uiteindelijk het team gehaald en nu kom ik bij Katwijk spelen dit seizoen. Ja, de coach kende je al? Ja, klopt. Ja, dus toen ik topsport deed, was ik even kijken in de onder 16 jaar en onder 18 bij Leiden. Toen trainen we bij RTC, regionaal trainingscentrum. En dat waren vooral ochtendtrainingen. Die ik kreeg van coach Boergan en ook Ria Breuring. Misschien zegt de naam iets. Ja, maar, okay, naam ook uit basketbal. Hè? Ja, dus daarvoor training gehad. Eigenlijk altijd eens in zoveel tijd wel iets gekeken van hoe de wedstrijden bij coach Boergan gingen. En toen uiteindelijk dus die stap gemaakt. En dan kon je bij zo'n oer-Katwijkse club. Klopt, ja. Ja. Hoe ja. is dat? Ja, ik vind het eigenlijk geweldig, omdat de sport leeft zo enorm. Volgens mij leeft de sport hier sowieso echt wel heel erg. En bij de dames, bij de heren, maar ook bijvoorbeeld bij het G-team en bij de jeugdteams. Het is gewoon geweldig, zo'n atmosfeer en zo'n club eigenlijk. Is dat,
Het is er ook een leuke zaal voor, hè? Zeker, ja. Prachtige zaal, mooie oude zaal. Dus ja, dat bevalt. Dus je voelt je wel opgenomen in de Katwijkse familie? Zeker, ja, zeker. Ja. Nou, Jos, jij zit er al wat langer bij, maar ook van buiten, hè? Ja, klopt, ja. Uit het noorden? Oorspronkelijk uit Groningen. Toen 12 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Jeroen Reitsma, de vorige coach. Nou, of ik niet een balletje wilde gooien, zo noemde hij dat, in Katwijk. En nou, ben ik een keer op een training komen kijken. Dat beviel van beide kanten. Dus toen heb ik bewust de keuze gemaakt om hier te komen basketballen, ja. Ja, maar jij deed dus ook al wat langer aan basketbal? Ietsje langer, ja. Want ja. Waar heb je gespeeld? Ik ben begonnen... nee, Exercitia, die kennen jullie denk ik niet. Daarna heb ik gelijk het volgende seizoen de overstap naar Donar gemaakt. Het profteam uit Groningen. Dus daar heb ik de hele jeugdselectie gespeeld. Verschillende jeugdteams op EK's gespeeld. Toen ben ik dus naar Apollo Amsterdam gegaan. 2 jaartjes bij Landsmeer, de Landslake Lions. Die spelen ook met de vrouwen in de Eredivisie. Daar kampioen geworden tegen Grasshoppers. En 2 jaar later speelde ik... bij Katwijk, ja. Ja, dus allebei wel redelijk op het professionele niveau. Hè? Jij dan bij dat trainingscentrum, jij bij de clubs in het verleden. Hoe is dan het niveau waar je nu speelt? Is dat dan voor je gevoel lager, minder, beter, slechter? Vergeleken met, hè, natuurlijk. Precies. Het is natuurlijk wel wat minder. Dat komt voornamelijk, denk ik, door de trainingsarbeid. Wij trainen 3 keer per week. Als je professioneel mannenteam hebt, dan train je 8 keer per week. Maar ja, dus het niveau is wel wat minder dan de heren Eredivisie. Maar juist ook wel fijn, omdat je het met minder trainingen wel kan doen. Dus ja, je kan ernaast werken, zeg maar. Ja, dus je hebt het gewoon op die manier ingevuld. 3 keer in de week is ook nog veel, toch? Plus wedstrijd. Dat noemen mensen altijd heel veel en het voelt weinig, zeg maar. Ja, nou ja, ja. Dat is de goede instelling, hè? Ja. Nou hebben jullie een seizoen gehad. Ik vraag dat toch maar weer aan jou, Jos, want jij zat toen in dat team. Wouter natuurlijk nog niet. Hoe is het dan? Je bent gedegradeerd, je krijgt jongens die weggaan. Ja, dan ga je toch even nadenken van ja, hoe nu verder? Ja, klopt. Het was best wel onzeker, moet ik zeggen, aan het eind van vorig seizoen. Want je degradeert, dus je kijkt ook naar elkaar, wat ga je doen, wat wil je doen? Wil je op het eerste divisieniveau spelen? Of ja, eigenlijk wil je natuurlijk promotiedivisie spelen. Nou ja, en toen we te horen kregen dat we toch in de promotiedivisie mochten basketballen, was iedereen eigenlijk wel heel erg positief. 2 jongens zijn gestopt, Jim van Zijl en Brennan Bergsma. Maar gelukkig hebben we er heel veel goede jongens voor teruggekregen, zoals Wouter. En Farai Stoffels is erbij gekomen. En Amar uit Amsterdam ook. En een jongen uit eigen jeugd, Dennis Dorrepal. Die zijn er allemaal bijgekomen. Dus ja, iedereen is eigenlijk wel enthousiast er zomaar uitgekomen, denk ik. En had er juist wel weer zin om er wat van te maken. Ja, want bij de dames zie je vaak dat er toch heel veel doorstroom is vanuit de jeugd. Ja. Dat is bij de heren dan toch anders? De laatste jaren is dat wel wat, eigenlijk wel langer is dat minder. Heel veel goede jeugd gaat over het algemeen naar ZZ Leiden. Daar hebben ze de kans om jeugd Eredivisie te spelen en bij ons nog niet. Dus ja, wat dat betreft, de dameslijn is wel wat beter ontwikkeld dan de jongenslijn, ja. En zeker, zo hebben wij ook een groot gat gehad eigenlijk de afgelopen seizoenen. Ja, dus jij kwam Wouter bij een team wat eigenlijk gedegradeerd was en toen weer niet. Klopt. Wat voor sfeer trof je aan? Ja. Jij komt binnen en je zegt hallo, ik kom meespelen. Klopt, ja, ik ben het. Ja, vorig jaar voor de zomer toen begonnen met meetrainen. En inderdaad, toen zou in ieder geval Brendan nog blijven spelen en Jim eventueel. Dus het was wel eventjes gek om dan ook mee te maken van hey, de jongens gaan weg. Dus hoe gaan we het team, hoe gaan we een volwaardig promoteam voor elkaar krijgen? Uiteindelijk is dat volgens mij wel gelukt met dus alle nieuwe spelers. En dus ook wat aanwas uit de jeugd. Dus ja, wat dat gaat, hebben we ontzettend veel vertrouwen in. Ja, en dan begin je eigenlijk met een nieuw team, denk ik, dit seizoen. Dat is dan elkaar weer even vinden, denk ik. Als we kijken naar het huidige Ajax, als we de lijn naar de voetbal trekken, die vinden elkaar nog niet. Hoe werkt dat bij basketbal? Ja, ik denk zeker inderdaad. Dat moet natuurlijk samen groeien. En bijvoorbeeld ook met plays spelen. Sommige spelers die bewegen op een... die vinden het prettig om bepaalde manier te bewegen. Bepaalde ruimtes in te gaan. Bepaald schot te krijgen, et cetera.
Dus dat is heel erg zoeken van, oké, waar zijn mijn teamgenoten? Waar willen ze die bal hebben? Waar zijn ze juist goed in? Wat minder goed in? Dus dat is wel iets waar we samen uit moeten komen. En ik denk wel vanaf het begin tot en met nu, dus in de eerste paar weken van de voorbereiding, ook met oefenwedstrijden, dat we echt wel al wat stappen hebben gezet. En ik denk dat die stap alleen maar meer gekomen, alleen maar beter gaat worden eigenlijk. Het klikt lekker in het team. Zeker, ja. Ja, ja, want je moet natuurlijk ook voldoende mensen hebben om, zoals dat heet, bij basketbal door te draaien. Klopt, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat we nu hebben we gewoon in ieder geval 9. En dan met Dennis erbij, als hij de Heerenwedstrijden meedoet, hebben we 10 volwaardige spelers. Die elkaar juist ook heel goed kunnen afwisselen. En juist ook kunnen zorgen voor een nieuwe impuls. Als het bij bijvoorbeeld de startende 5 niet lukt. Dus wat dat er gaat, zitten we nu al aardig breed, gelukkig. Ja. Ja. En dan geloot, andere tegenstanders, Jos. Is dat een voor- of een nadeel? Dat weet je pas je aan het einde. Je hebt van ploegen waar je altijd van verliest. Ja, nee, dat is waar. Je hebt van die aardrivalen. Ik noem maar wat, Lokomotief uit Rijswijk bijvoorbeeld. Daar spelen we dit seizoen niet tegen. Dus als we daar tegen willen spelen, moeten we denk ik in de play-offs ergens gaan eindigen. Maar ik zie het wel als een voordeel ook, omdat je veel jonge teams erbij hebt. Die zijn gretig om te laten zien wat ze waard zijn eigenlijk tegen de promotiedivisie. En het hele begrip scouting van tevoren, je kent je tegenstander gewoon niet. Dus je gaat je gaat er gewoon fris in, zeg maar. En dat is eigenlijk andere wel plek in Nederland, denk ik. Moet je nou meer reizen? Is het verder weg of juist weer niet? Of ja, ik had wel uitgerekend. Andere pool die heeft 8 tot 9 teams in Zuid-Holland en Noord-Holland zitten. En wij juist niet. Wij hebben alleen Rotterdam uit Zuid-Holland erin zitten. Dus wij moeten wel iets verder reizen dan dat zij moeten. 2 keer Groningen, 1 keer Weert hebben we net 1 puntje van verloren. Ja, die wedstrijd van afgelopen zaterdag. Ja. Dat was Weert. Wil jij daar wat over zeggen, Wouter? Kwam maar door Wouter? Of? Ja, nee. Zo bedoel ik het niet. Ja, ontzettend pijnlijk. Je zit het in de score met 1 punt verliezen. Ja. In de eerste wedstrijd. En je gaat naar Limburg, naar Weert. Ruim bijna 2 uur rijden. Lange terugreis. Zeker. Dus dat, en ik kan echt ontzettend slecht tegen me verliezen. Iedereen wel. Maar het was wel ontzettend balen. Aan de andere kant, met een nieuw team. En zo'n uitwedstrijd in Limburg. En dan met 1 punt verliezen geeft ook alweer heel veel hoop. En we hebben ook periodes en uiteindelijk gewoon heel goed gespeeld. Dus het was denk ik niet nodig geweest. Als we dingen een beetje anders hadden gedaan. Maar het biedt ook alweer hoop dat we zo'n spannende wedstrijd ervan maken. 1 puntje ben je wel aan elkaar gewaagd. Klopt, zeker. Kapot. Ja. Ja, maar we eerlijk zijn, als we kijken naar de dames, Jos, die hebben ook vaak met Den Helder of zo dat het één puntje of zo scheelde. Zeker, ja. Ja, dat waren leuke battles, inderdaad. Want volgen jullie als herenteam ook het damesteam dat je bij elkaar op de tribune zit? Hoe werkt dat? Als het kan, dan ben ik er zeker aanwezig. We hebben wel nu een schema dat we een soort van om de week thuis spelen. Dus in de eerste seizoen zelf spelen we 2 keer naar elkaar. Dus dan is het soms wel lastig om bij elkaar te komen kijken, maar over het algemeen, als we kunnen, dan zitten we wel bij elkaar op de tribune. Dus dan zie je wel een aantal meiden zitten of een aantal jongens van ons team. Die komt aanmoedigen natuurlijk. Ja. De band is wel hecht. En denk je wel eens van shit, hun in de Eredivisie en wij niet? Soms denk ik dat wel. Soms denk ik wel inderdaad, hoe leuk zou het zijn om in Katwijk ook gewoon Eredivisie basketbal te spelen. Ja. De kosten zijn heel hoog vergeleken de kosten van de vrouwen Eredivisie, denk ik. Want zoals ik al zei, dan moet je gewoon fulltime gaan trainen. En anders ga je het niet, anders haak je niet aan bij de rest. Dus ja, tenzij er nu heel veel sponsoren in Katwijk zijn die denken, Eredivisie is gaaf in Katwijk. Nou, dan ben ik daar zeker, sta ik daar zeker voor open. Maar die dames trainen toch niet fulltime? Nee. Die trainen 3 keer per week. Ja. Die redden het er wel mee. Zij zijn de beste, dus ja, die redden okay. Dat wel. Er zit wel een beetje clubtrots bij, hè? Zeker, ja. Ook al ben je van buiten. Nee, ik voel me echt een gashopper, ja. Ja. Bij jou moet dat nog komen, Wouter? Of? Nee, ik moet wel zeggen, wat we eerder ook zeiden, het voelt wel echt heel erg vertrouwd, dus dat is super fijn. En voor mij is het nieuw dat er, praktisch het beste damesteam van Nederland natuurlijk, om daar mee in dezelfde club te spelen. Dat is wel echt geweldig, ook om te zien hoe het bij hun leeft.
door de hele club heen. Dus dat, dat is wel heel gaaf, ja. Ja, want hoe is de publieke belangstelling bij jullie wedstrijden? Ik denk, ja, jij kan het beter zeggen. Ik weet uit het verleden nog, daar hadden we het net voor de uitzending ook over, dat dat best nog wel goed bezocht werd. Het waren leuke potjes. Klopt, ja. In mijn laatste jaar, of in mijn eerste jaar, in mijn tweede jaar, toen was het wel vaak bomvol. Sinds corona is dat wel het afgenomen. Ik denk ook dat het komt door de resultaten die wat minder zijn geworden. Want in die vorige periode wonnen we bijna alle wedstrijden. Nu is dat wat minder vaak zo. Dus ik hoop als wij dit jaar gewoon weer beter gaan presteren, dat misschien ook weer dat ook weer wat meer gaat leven bij de supporters. Ja, want afgelopen zaterdag was jullie eerste wedstrijd. Ja, klopt. En 1 puntje. Aankomende zaterdag spelen we tegen Donar, dus dat is ook wel, dat is ook leuk. Ook leuk, ja. Dan zou ik haast zeggen, wat zijn de kansen op het kampioenschap? Of wat is jullie planning? Erin blijven, niet degraderen of juist verder komen? Wordt daar al over gesproken of is het gewoon lekker spelen? Ja, voor mij is bij het begin denk ik wel volgens mij gewoon proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En gewoon zoveel mogelijk ontwikkelen als team en individueel ook. En ik denk voor nu inderdaad dat het logisch is om te kijken van dat we in ieder geval niet degraderen. En ik denk als we een middenmotorplek kunnen halen dat heel goed is. Ja. Dus, ja, want het is natuurlijk een beetje veranderd, hè, Jos. Je degradeert dan toch weer niet, dan hele andere ploegen erbij. Je kan er ook geen pijl op trekken, denk ik. Nee, precies. Alles is gewoon onzeker. Je weet niet hoe goed ze zijn. En dat is ook lastig, want je hebt die teams die erbij zijn gekomen, zijn ook onder 24 teams eigenlijk. Dus dat is een soort van mannen tegen jongens die net mannen worden, zeg maar. Dus ja, ik vind dat ook lastig om te zeggen wat het niveau nou van die gasten is. Ja, dat betreft kan het gewoon een hele spannende competitie worden. Leuk. Aan het einde van het seizoen zullen we het weten. Ja. Wouter en Jos, dank voor jullie komst. Jullie gaan zo, als deze uitzending voorbij is, trainen. Yes. Ja. Zin in? Ja hoor, zeker. Ja. 3 keer in de week, lekker er tegenaan. Ja hoor, altijd. Ja. Okay. Nou, veel succes zaterdag dan. Dankjewel. Dankjewel. Gaan wij even kijken naar het voetbal. Keren we weer terug het programma voor het komende weekend. Waarbij ik het net aan het begin van het programma al aangaf. Hè? De streekderby Quick Boys VV Katwijk. Waarbij nog steeds helaas geen uitpubliek welkom is. Dat is jammer. Want als Katwijker zag ik ze altijd bij dat soort treffen heen en weer op de fiets rijden, gesminkt en al. Maar het zullen nu de Quick Boys vooral zijn die de bezoekers bij zich hebben. De treffers tegen Rijnburgse Boys. SC Genemuiden speelt tegen FC Rijvogels. Wateringse Veld tegen Valken 68. En dan naar de damesvoetbal FC Rijnvogels tegen El Denia. En de Ajax-amateurs tegen Quick Boys. En dat is om de districtsbeker. En met deze agenda komen we aan het einde van deze RTV Katwijk Sport op TV. We zijn aanstaande zaterdag vanaf 2 uur weer live te horen op de radio. En volgende week is hier weer een verse voetbaltafel. Prettige week en graag tot dan.